Zo, jongelui. Wouter Karsen, autoblog. Maar naast mij ook wel een icoon van de Nederlandse... Jouw woorden. Ja. Nou ja, mensen die, als ze me kennen, kennen ze me van mijn kanaal, Autotop.nl. Kijk, nog een leuke auto. Ja, Autotop.nl. Ja. Martijn. Ja. Leuk. In jouw auto. Lachen. Ja, eigenlijk die van mijn vriendin. Ja, want jij hebt een foto van een grote kraan. Ja. Ik zou eigenlijk met mijn auto komen, een M3 G80. Ja. Yeah. Maar de buren besloten te verbouwen. En er was een hijskraan op onze uitrit gezet die defect ging. Je gelooft het niet, maar... Het is koud. Het klinkt een beetje als mijn hond dat heeft mijn huiswerk opgegeten, ja, maar... Ja, maar ik heb echt ook een M3. Ja, precies. Alleen in Nederland had de demo niet beschikbaar. Nee, dus het wordt even de M340. Ja, met wel een mooie build-up. Ja. De volgende keer kom ik met de M3. Precies, dat doen we dan nog een keer. Omstandigheden, het is nu -5. Ze zijn ook wel iets geschikter voor deze auto, moet ik zeggen. Deze vel winterbanden, op mijn M3 heb ik geen winterbanden, doe ik niet aan. Nee? Vierwielrijden. Je bent wel in Duitsland, toch? Maar overdag ja, die auto maar... niet. Wat, Ik heb een winterset, maar daar zit een zomerband op. Oh. Dat zijn een soort van regenbanden. Yeah. Maar nee, ik vind dat soort auto's rijk niet graag op winterbanden. Ja, snap heb ik. Heb je een winterband op je Porsche? Ja, zeker. Ja, wel. Ja. Ja. Ja, het is wel zo grappig. Je hebt hier deze bot waar nu op uit. Oh, even op het gas. Ja, dat dacht oh ik ja. Dat... Hier heb je wat meer onderstuur in instantie met die winterbanden. Het is even wat flexibeler. En die... Ik moet even bedenken welke route we hier ook weer hebben. We zijn hier vaker geweest bij Autotron Exclusive. Volgens mij hoort ons ook terug van jou. We vinden wel wat. Ja. Maar goed, we zitten dus in de M340i. Ja. X-Drive. De Touring is alleen als X-Drive geleverd. Hè? De sedan is wel een tijdje. Ik ben de BMW-man. Ja. Achterwielaandrijving kun je alleen in de Verenigde Staten krijgen. Wat ik heel jammer vind. En in Europa kun je alleen maar X-drives krijgen. Ja, niemand wil. Zal ik hem even... Even weer zitten, hè. Maakt niet uit. Nee, ja, dat is jammer. Ja, maar jij, de M3 die je hebt, ik bedoel, daar gaan we nog een keer video van maken. Dat is wel gewoon dat is een 8-wielaandrijf, toch? 8-wiel aangedreven, handbak, 700 pk. Ouderwet. Ja, dat. Een moderne auto met een analoog randje daar ook van. Ja. Ja, dat is wel mijn ding. Dus, ik zou heel graag een keer de Porsche zien betreden. Maar, hallo, dat kan toch makkelijk? Wel, het is niet alsof het de wereld kost om... Nee, dat kan wel, ja. Zo'n frikandel als ik heb er niks. Ja, ik zou... Wat zou je willen? Normaal doen we al het eerste ook. Maar wat zou je dan willen? Mijn hart gaat heel erg uit naar een 997 Turbo handbak. Ja, ja. Dat vind ik echt, om te rijden, helemaal fantastisch. Coupé of cabrio? Coupé. Ik ben totaal geen cabrio man. Daar heb ik het haar ook niet voor. Juist wel. Ik heb niet meer zoveel haar. Ik heb ook een muts op gehad vandaag, maar ik denk, net doe hem toch maar weer af. Maar ja. Het is maar... Nee, maar dan zou het een coupé moeten zijn. Maar ja, ik vind ze vrij duur. Ik heb er wel mee proef gereden. En op een maand later kocht ik die M3 eigenlijk. Maar die is duurder. Die is duurder, maar had ik wel een hagelnieuwe auto die ik zelf kon samenstellen en dat wil ik gewoon één keer in mijn leven gedaan hebben. Check, uur gedaan. Nee, moet je niet na een jaar kijken wat die nog waard is, want dan slaap je niet. Hebben ze een collector's item met handbak. En ja, ik heb twee precies. Celebrity handbak. Ja, weet je. Ik heb twee kinderen. Ja. En dan zijn achterdeuren toch wel makkelijk. Nee joh, dat is mijn 911. Nee, point in kaas. Juist. Achterdeuren zijn altijd meer. Ja. Oh, een beetje betere stoelen, iets meer ruimte, moderne auto. Ja, ja. Heeft natuurlijk allemaal zijn charme. Maar goed, dit is de auto van jouw vrouw dus. Eigenlijk. Ja, ja, ja. Je vriendin, vrouw, ben je getrouwd? Ben je al getrouwd? Ja, we zijn wel getrouwd. We zijn wel getrouwd. Maar we nog niet ceremonieel, dus we noemen elkaar nog vrienden. Ja. Wat onromantisch. Ja. Wat onromantisch. Ja. Ja.
Maar M340i dus. Ja, ik vind dit wel... Oh. Ik had heel erg toen deze auto uitkwam, met name als touring, dat ik dacht, als ik ooit een gezin heb, dat was toen nog niet, nee, dan wil ik die auto hebben. En waarom? Eeuw. Het spreekt me heel erg aan in zijn vriendelijkheid. Ja. Ik vind het best een vriendelijke uitstraling hebben. Helemaal. Nee. Deze heeft geen privacy glass. Nee. En... ik vind een M3 Touring dan net wat te veel voor een gezinsauto. Ik ga hem ook met een tractor die schuift wel even beneden. Dat is een normale route. Maar je was even vriendelijke uitstraling, ja, ruimte. Vierwielaandrijving, vrij betaalbaar. Ja. Relatief gezien. Ik kocht deze auto met 10.000 kilometer erop en toen had hij al €40.000 afgeschreven. Bizar, hè? Ja, maar BMW is soms echt heel... Ik kon niet geloven wat ik zag. 10.000 kilometer. En, ja. Nou, dat mogen de kijkertjes thuis best weten. Ik heb er toen €62.000 betaald. Jij vertelde mij dat. We waren met Audi volgens mij. En toen dacht ik, dan had ik dat ook gedaan. Maar nu, ja, nu zijn ze weer wat duurder. Ze zijn wel duurder geworden, ja. Maar ja, dat is gewoon een geweldige deal. Ja, dat vond ik ook. En normaal hou ik heel erg van individual paint en een mooie apart kleurtje in het interieur. Ja. Beetje gekke specs, dat vind ik wel leuk. Maar ja, dit is echt een lease spec. Zwart aan de buitenkant, zwart aan de binnenkant. Maar ja, voor die prijs lijn hem niet liggen. Ik wil die hem wel hebben. Ja. Ja, en ja, perfecte auto. Sowieso B58. Ja, die vind ik de beste verbrandingsmotor ooit gemaakt. Ik vind het echt een heerlijke auto om rustig mee te rijden. Ja, die is wel lekker. Hè? Ja, eindje meer. Bye. Ja, dat ben ik wel met je eens. Echt goed. Klinkt lekker. We rijden nu nog in comfort. Ja, genoeg power. Natuurlijk, ja, automatisch fantastisch. Is die nog helemaal standaard? Want jullie zijn ook een beetje van, jij met je compaan Max. Ja. Natuurlijk een beetje van... wij zitten ook in de BMW. Herverbouwen van auto's. Precies. Hij is niet standaard. Hij is momenteel stage 1, dus in principe alleen software. We zijn momenteel bezig met een EU-legale versie. Dat is deze dus. Dus hier zitten de OPF's nog in. Ja. Heeft een goedgekeurde... downpipe, dus een downpipe met een EU-keuring, met een 200 celkat. Accu. Hij heeft een M-Performance Big Brake Kit, dus ook gekeurd. En heeft XAP, versnellingsbak software. Yeah. En dat zit eigenlijk. En ja, Hyder krijgt van 374 pk naar 420. En zo, als winter setup is dat echt top. Normaal rij ik zonder OPF en dan doet hij 460 pk. Maar even serieus, dit is de man van het YouTube kanaal, ja, waar dan met 24 pk mij niet bellen, want dat vind ik helemaal niet interessant. En dan rij je... Weet je wat het is met vermogen? Jij zegt dat uit 100 pk erbij is altijd beter. Ja, ja. Nou, de meeste auto's worden beter van 100 pk erbij. Ja, ja, nou. dat deel ik deels, die mening. Ja. Ik vind ook... Met 400 pk kun je gewoon nog lekker af en toe doorhalen, yeah, zonder dat je denkt, oh, dan gaan we naar bewijs. Yeah. En dat vind ik ook wel lekker. Ja, yeah. Yeah. True. Nee, dus er is zoiets als te veel vermogen. Ja, wanneer is dat dan te veel? Naar mijn mening, alles boven de 500 pk zie ik al als overbodig. Overbodig. Ja, nee, maar misschien. Ja, ik ga die kant op naar een polder. Deze bocht, ja, een polder, hè? We hebben niet zoveel bochten. Nee, dus 500, ja, maar ja, maar je wilt tegelijkertijd zeggen, ja, een 911 Turbo, ja, die zit nog onder de 500 pk, ja, de 997. Ja. Maar vind je dus een 991 Turbo, of 992, dat is 650, dan een getuned? Ja, vind ik echt overbodig snel. Maar dat is die M3 ook, kijk, die zit nu op 700 pk. Ja. Maar dat is gewoon, dat is een hooligan en die heb ik ook gekocht om meter hooliganen, als het een werkwoord is, maar... Bij deze wel. Ja, bij deze. Dat is wel een beetje omdat ik ook dit heb. Dit is gewoon sensible, snel, voor elke dag, met het gezin, met honden achterin. Yeah. En als ik alleen ben, en een beetje hobbyën, dan heb ik dat ding voor. Yeah. En dat heb ik jou ook wel een keer verteld. Ik vind niks leukers dan op die telefoon
autoscout, weet ik wat allemaal. Lekker zoeken. Maar ik heb nu een soort van saaie status bereikt dat ik denk, ja, ik heb eigenlijk wel wat ik ooit wilde hebben. Zeker saai. Ja, zeker saai. Want jullie hebben ook, jullie hadden ook nog wat auto's verkocht. We hadden ook een artikel over jullie waren bezig met zo'n Ferrari F430 handbak versie. Ja, we hebben de F430 gekocht. En wij rijden letterlijk de showroom uit en die automatiek kapt erbij. Bizar. Heel bizar. Yeah. En we hadden sowieso al plannen om te converteren naar een handbak. Want nou ja, dat gaat vrij makkelijk met die dingen. Relatief. Allemaal relatief, wat ik zeg. En ja, dat hebben we dus gedaan. We hebben hem omgebouwd naar een handbak. En toen verkocht. Op Collecting Cars. Ja. We hebben nog een dingeltje aangeleid. Hij is nu verkocht, toch? Nee, hij is nog niet verkocht. Okay. Nee. Steeds bezig. Nee, de mensen die bieden, die zeggen dan, al was het inclusief of exclusief veilingkosten. Ja. Maar goed, daar ook even wijzelijk van op te gaan. Ja, dat blijft een beetje moeilijk. Het kan moeilijk zijn met veilingen. Soms valt het mee. Maar goed, jij dus eigenlijk ben je nu met je midlife crisis bezig, want je hebt alles bereikt wat je wilde, al je auto's. Ja, wel een beetje mijn auto doelen, ja. Ja, dat is echt. Wat gaan we dan doen met ons leven? Ja. En voor mij, ja, ik ben inderdaad een beetje over de heel wat dat betreft, en ik ga nu een beetje terug. En dat ik denk, het hoeft van mij niet meer zo gek. Ik probeer hier nog een beetje iets van over. Waar heb je ons doen landen? Nou, dat kwam omdat we er net achter die auto waar letterlijk mest afviel. Even een manual mode, sport individual. Yeah. En dan moet je lekker flippertjes gebruiken. Dan voel je ook dat die bak wat scherper is, wat normaal. Ik heb, nadat wij op pad waren geweest, ging ik natuurlijk ook weer autoscouten, ben ik bijvoorbeeld op de marktplaats voor een M340i. Voor mijn vrouw inderdaad de 35i gewoon niet draaien op een M340. Ja. Eigenlijk wil ik dat wel. Maar ja, ik moet even een goede vinden. En eentje met een beetje een normale prijs natuurlijk ook en zo. Ja, ik vind het leuk aan deze auto is gewoon, hij is klein genoeg om leuk te zijn en groot genoeg om praktisch te zijn. Ja, en dan moet ik even voelen achter mij, heel veel ruimte zit er nog. Ik zit nu prima. Ik heb het stoel niet helemaal ingesteld zoals ik... Nee, laten we zeggen een goede 18 centimeter. 5 serum, dat is echt een nadeel. Maar ben je ook te lang voor deze? Ja, volgens mij heb jij vooral extra late ruimte, toch? Ten op 5. Ja, ik denk het wel. Eigenlijk moet ik gewoon tegen mijn BMW pimp Maurice, als je mee kijkt. Ja, Maurice. Als je nou een keer een leuke M340 met een mooi prijsje van mij inruilt, dan ik voel heel erg met je mee dat dit een soort van ideale gezinsauto is voor de petrolhead. Ja. En met, weet je, als je natuurlijk nog meer budget hebt, dan ga je naar M3 Touring of een E63 of weet ik wat. Maar ik vind dit wel, qua wat het allemaal doet en zo. Echt snel. En ik weet dat er nog snellere auto's zijn, maar ik ben het wel een beetje eens. Ja, nog meer. Ja, leuk. Maar ook wel nutteloos. Ja, precies. Ja. En vergeet niet, een M3 Touring is een stuk zwaarder. Ja. Achterlijk veel duurder. Het is letterlijk het dubbele. Dus ik kijk natuurlijk ook naar M3 Tourings. En ik kan me dan... Ja, ik kan het niet aan mezelf verantwoorden om het dubbele uit te geven aan die auto ten opzichte van wat ik voor krijg. We hebben een keer een video opgenomen met een M3 Touring en deze toen die stage 2 was. Ja. En dan zie je deze liep 3.15 en dan zie je hem zo die M3 Touring inhalen. En dat vond ik wel een mooie... Dat is natuurlijk bizar, met een beetje tuning zit je al op de M3-specs natuurlijk. Ja, dat is een beetje de B58 magic, hè? Deze blokken zijn zo... Ja, hebben zoveel reserve. Maar je hebt heel goed gevoel voor welke weg je moet indraaien. Ja, dat is echt. En inmiddels weet ik ook, volgens mij moeten we ongeveer straks die kant op terug, maar het zal wel... Hé, hey, maar jij bent ook een bekend soort van Autotop.nl? Ja, ik werk wel meer op de achtergrond hoor. Dus ik regel de auto's en ik ben het samen met Max bijna 14 jaar geleden begonnen.
Dus ik ben ook een beetje een oude hond. Met in het vak. Een oude lul. Ja, precies. En ja, ik doe het wat meer op de achtergrond. En Max, ja, die treedt iets meer op de voorgrond. Wel gaaf. Het is wel echt succesvol geworden. Wij hebben, ja, vanuit de autoblog hebben we ook wel eens gekeken. Ah, shit, man, die gaat een beetje autobaan, zal wel. Ja, precies. En op een gegeven moment denk je, die video is wel goed bekeken. Ja. Wel, je hebt wel een genre, zeg maar iets echt goed gepakt. Ja, je moet toch een beetje je eigen niche zien te vinden, ja. En wij kwamen, ik denk 10 jaar geleden, een keer per ongeluk tijdens het filmen op de autobaan. Toen we nog autoblog copycat waren. En wij dachten, hey, jongens, zet die camera maar aan, laat hem weer zien. Martje, denk ik al. Yeah. En toen hadden we eigenlijk voor het eerst onze viral, gewoon een succesvolle video. Yeah. En toen dachten we, nou, dat gaan we vaker doen. Wij wonen in de buurt van Eindhoven, dus wij zitten eigenlijk in 40 minuten op een mooi stuk autobaan. Ja, nou ja, dat is wel, want wij hebben ook wel zo van, ja, je zou eigenlijk iedere auto ook even een stukje autobaan. Dan hoef je niet per se te doen wat jullie doen, en wat doen jullie ook. En er zijn natuurlijk meer mensen die dat ook wel doen, maar ja, ja man, waar wij dit zijn is Arnhem, maar dat is de Oberhausen Street en dat klinkt heel gaaf, maar dat is eigenlijk best druk. Dus ik ben jaloers dat je daar woont, dat is handig. Deze jaas kwamen we net toch ook tegen, hè? Die rijden ook rondjes. Die meent op een stuk. Maar gaan nog steeds lekker? Ja, zeker. Ja, maar we merken wel, weet je, elektrische auto's en zo. Ja, ik ben wat dat betreft een beetje een opa aan het worden. Ik snap het ook wel, mensen kijken er niet naar. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar... Wisselt heel erg. Ja. Ik moet zeggen, als ik erin rij, hè, je zou dan een i4 M50 met een M440 kunnen vergelijken. Nou, dan, ik zou altijd voor die M440 kiezen. Ja. Ja, iets. Nou ja, en dat zien we nu natuurlijk ook in de markt, dat ook absoluut gebeurt. Ja. En dus, maar ja, maakt dat zeg maar, het leven voor jullie moeilijker? Dat gewoon dan minder gave auto's zijn? Of dat je ook EV's zou moeten rijden? Of, ja, we doen ook wel EV's. Kijk, we hebben altijd wel zoiets gehad van, joh, als er iemand uitkomt met een performance georiënteerde auto, dan gaan we hem ook testen. Yeah. En dan gaan we niet voor ingenomen zijn en zeggen van, joh, dit is niks voor ons, dus dan doen we het niet. Nee. Maar de ervaring leert wel dat het vaak teleurstelt, naar mijn mening. En wat stelt je dan teleur? Nou ja, wat jij zegt, wij zitten veel in de autobaan. Dat betekent dat je heel veel achter elkaar die performance gaat vragen. Wat met de benzineauto geen probleem is, maar je ziet die elektrische auto's gewoon na 2-3 keer zie je het opgeven. Ja. Die gaan hun vermogen limiteren, die worden te heet. Ja. En dan zie je dat in de ontwikkeling dat het zo in de kinderschoenen staat. En dan denk ik van, joh, ik haak wel een keer in. Als ik dit niet meer mag rijden. Ja. Ja, maar ik denk dat gevoel ook wel bij meer petrol is te klinken. Er zijn natuurlijk ook mensen die wel heel enthousiast zijn in EV's. Ja. Het heeft zijn, ook zijn voordelen natuurlijk. Altijd thuis met een volle accu weggaan. Ik ben er van circuit dingen zo dat die. En of Zandvoort, dan rijden ze natuurlijk ook met sommige EV's wel. Is toch wel een beetje 2 rondjes en dan zitten ze in een noodloop of minder voorlopen. Ja, als ze dat niet zouden hebben, zou je dan. Je mist natuurlijk altijd geluid en zo. Zeker, ja, ben je gewoon karakter. Dat is het vooral. Ik denk dat geluid niet eens het probleem is, maar wel een. Maar de essentie van een versnellingsbak en een motor die een bepaalde loop heeft en die dingen die op elkaar reageren, dat is wat volgens mij karakter creëert in een auto. En dat is wat ik zo waardeer aan deze auto, de samenloop van bakken en auto. Ja. Even een kleine soundcheck. En toch weer een Dit is, welke demper zit hieronder? Wat zit hier? Dit is alleen een andere downpipe. En een goedgekeurde, hè? Met een EU-keuring erop. Dus dit is gewoon een legaal geluid van 2024. Ja, toch gewoon, ik wil het dus niet mega luid of zo, maar gewoon wel leuk. Ja. En ik moet zeggen, downpipe, ja, voor sommige luisteraars en kijkers zullen denken, oh, waar hebben we het over? Daar zit nu een kat in, hè? En ik ken ook mensen die zonder kat rijden en dan af en toe komen ze bij mijn huis. Vreselijk. Het stinkt wel gewoon. Ja, dat je denkt,
we zijn al niet de meest milieuvriendelijke hobby hebben wij. Precies. Misschien moet dat er dan ook niet gewoon bij. Gewoon, ik merk ook dat het heel erg naar kleinere kat aan het bewegen is. In plaats van, eerst zag je dat iedereen zonder kat ging rijden. Nee. Dat doet eigenlijk bijna niemand meer. Ligt ook wel een beetje in de fase waar een auto zich begeeft. Ja. Einde van de levenscyclus, hè, wordt die goedkoper en dan zie je dat mensen zonder kat gaan rijden omdat het super cheap is. Ja, maar er zitten wel de prijzen. De kat was er daar een paar honderd piek. En 300? Dit is 2300. Ja. Ja, dat is een goede kat is gewoon heel duur. Ja. En wat jij zegt van, ja, hij is niet zo luid. Ik heb steeds meer dat ik denk, met getunede auto's, ja, dit gaat net wat te ver. Dit. Ik ben laatst niet. Ja, ik ben gisteren nog klem gereden door een Duitser. Ja. Die tegen mij zei, jij bent van dat kanaal die op de auto, hier op de autobaan altijd aan het vlammen is. Afgelopen zondag weer om 6 uur 's ochtends. Ik zei, oprecht, dat was ik niet. Nee. Nou, normaal ben ik het inderdaad wel, dat zal ik direct toegeven. Ja. Maar je merkt dat mensen daar gewoon een beetje klaar mee zijn met dat pops en bergs, ticket, noem het allemaal maar op. En ik heb dat ook wel een beetje. Ik geniet nu meer van gewoon een mooi geluid dan van een hard geluid. Ja, het dilemma is natuurlijk, je ziet het bij motorrijders vooral, die hebben dan oordoppen in, want anders hebben ze een last van hun auto. Dat is toch gewoon... Dat is echt de meest idiote paradox die ik ken inderdaad. Wat je met auto's inderdaad ook, ja, kijk, het lekkerste vind ik gewoon een ergens een uitlaat met een klep. Je kan de klep dan open zitten, je hier gewoon lekker aan het rijden binnen en dan moet je inderdaad te slecht zijn. Ik kon er nog, zijn er nog leuke dingen doen met auto.nl? En met een beetje heel. Nee. Moeten wij nu even plannen gaan zien? Ja, een 8-12 competition gaan we dat doen. Oh ja, dat is wel vet. Nou, op je bent erbij. Je bent er eens mee gewoon. Ja, maar dat is wel leuk van BMW. Ondanks dat het X-drive is, kijk, hij stuurt eerst alles naar achter. Ja. En zodra die detecteert van, joh, ik raak het niet meer kwijt, dan stuurt hij het naar voren. Ja, deze was wel echt niet sturen, dan helpen mag ik niet. Nee. Hey, ik vind het geweldig. Oh, 8-12 competition auto, weer tof. Ja. Heel leuk. Heb je nog wensen? Wat zou je nog willen rijden wat je nog niet hebt gereden? Misschien hebben we er iemand tussen zitten die hier is. Ja, en een Koningsegg op de autobaan. Dat moet een keer gebeuren. Dus ik weet niet of je heel veel Koningsegg rijders als kijkers hebt, maar waarschijnlijk niet meer dan meld je aan. En wanneer is de 911 Turbo gekocht? Of gaat het gewoon nog heel lang duren? Ja, ik denk. Ja, ik zit nu in die BMW onderdelen, dus ik voel me bijna schuldig om een BMW in te ruilen op een Porsche, maar ja, dat is dan zakelijk niet zo handig. Nee, precies. Ja. Want voor mij zijn het ook promotietools. Ja. Dus ik nodig mensen ook uit, hè, die dezelfde auto hebben van, joh, kom lekker met die auto rijden. Ja. Dat vind ik leuk. Weet je, mensen die ook een M3 hebben of zo en die zich afvragen van, ja, hoe is dat dan? Ja. Kom maar rijden. Dus als jij jouw M340 hebt, dan zullen we eens even... Iemand moet hem mij aanbieden. En een goede deal. Elisabeth Trekker. Maar dat geldt er. Ik heb er een met Trekker. Dus als wij dadelijk even... Zal ik een turbo kit op mijn 911? Nou ja, dat werkt er niet. Ja, precies. Wel nadeel van 997 Turbo. Altijd vierwielaandrijving. Wil je dat wel? Ja, dat is waar. Dat is waar. Of moet een GT2? Ja. Ja. Ik heb met een 997 GT2 gereden. Die staat in mijn top 5 auto's die ik ooit heb gereden. Ja, echt. Ja, ik vond bizar. GT2 RS bij Porsche en Gelderland Mark. Oh, je hebt de RS gereden, ja. Oh, echt man. Het was wel dat ik dacht, die koppeling moet volgens mij nog een keer gedaan worden, weet je, zo'n auto. Ja. Wat ook heel logisch, natuurlijk gewoon een veel te sterke auto met handbak en mensen die daar natuurlijk in principe moeilijk mee om kunnen gaan. Ja. Of die koppeling gaat sowieso wel snel sterk. Ik ben meteen klaar voor mooie beelden. Top. Zo. We kunnen nog uren doorlullen, hè? Ja, geloof het wel. Daar zit hij. Dank, man. Ja. Volgende keer M3. Volgende keer M3. En jullie weten helemaal te vinden op YouTube, maar je mag best ook af en toe naar hem kijken, hoor. Ik ben ook niet heel verdrietig van. Dank je wel voor het kijken. Geef je op, URL hieronder. En alle auto's zijn leuk, hè? En als je een M340i Touring met trekker hebt voor weinig, bellen.